We gaan naar Borgen toe om deze auto weg te brengen voor een stichting, Stichting EMI. Dat is een stichting opgericht door een vrouw die daar geboren is in Bosnië. En die stichting is eigenlijk opgericht om daar mensen weer van goederen te voorzien waar ze die nu ontbreken. Ze hebben daar al een ziekenhuisje omgebouwd, of een eerste hulppost tot het ziekenhuis. En nu was het project ambulance om ook een ambulance erheen te krijgen. En dat heeft ze voor elkaar gekregen met behulp van alle sponsors en de RAVU. En mogen wij hem wegbrengen. En gaan jullie daar voor de rest nog iets doen? Ja, we gaan woensdagmorgen de auto overdragen. We gaan het een en ander vertellen over de techniek van de auto, het gebruik van de materialen. Mijn collega geeft daar een cursus in het bedienen van een AED. Dus een automatische defibrillator. De bekende kast die overal in de openbare gebouwen hangen. Dus een gloednieuw apparaat die we gekregen hebben. En hoe lang verwachten jullie naar onderweg te zijn? Het is een kleine 1500 kilometer. We hopen er dinsdagavond aan te komen. En waarom is deze ambulance nou juist uitgerekend nodig in Bosnië? Wat ik begrijp is dat daar wel wat rondrijdt, maar niet alle dorpjes of alle stadjes zelf voorzieningen hebben om dit te kunnen regelen. En ja, ik denk dat er geen centen genoeg zijn om een auto te kopen. Het zijn de best dure apparaten. En hoe komen jullie dan precies aan deze ambulance en alle materialen die erin zitten? Deze auto is voor ons afgeschreven. Dus die zou vervangen moeten worden door een nieuwe. En nu met behulp van iedereen hebben we dus die auto op laten knappen. De garagebedrijven, de spuiterijen, de toeleveranciers hebben in kunnen richten met voldoende materialen. Om hem bijna compleet daarheen te kunnen sturen. En wat hebben jullie nou precies voor materiaal? U vertelde net over die defibrillator. Maar zitten voor de rest nog dingen in die ze daar echt heel erg nodig hebben? Er zitten verbandkoffers in, er zit kleding in, schoeisel in, veilige schoenen voor de mensen, kleding voor de mensen, gewoon ambulanceuniformen, parkers voor de wintermaanden, verbandmaterialen zitten erin. Er zit een compleet brancardsysteem in, wervelplanken, headblocks, nekskragen. Eigenlijk alles wat je hier ook zou gebruiken, behalve medicijnen. Dit is een project wat samen met AG Zorgverzekeringen en de RAVU opgestart is voor een project in Bosnië. Waar eigenlijk heel weinig geregeld nog is in de gezondheidszorg. En iemand die bij AG werkt, die heeft eigenlijk dit initiatief tot dit project genomen. En dat is zo goed ontvangen, zowel bij ons als bij AG, dat we gekozen hebben om dit traject mede te ondersteunen. En waarom is het nou precies nodig dat deze ambulance naar Bosnië gaat? Omdat ze daar eigenlijk nagenoeg helemaal niks hebben als het gaat om acute gezondheidszorg. En dat is eigenlijk de reden geweest dat we toch dat project meegestart hebben om daar een goede aanzet te geven tot het oprichten van een goede acute gezondheidszorg.